Dit is een van de ballen uit de klassieke jongensmeidentest Wie is er beter met ballen? Wie won ook alweer de deeltest bowlingbal stapelen? Tim of Carlijn? Laat het weten in de poll en check gauw de video voor het juiste antwoord. Dit is nou eenmaal een feit. Jongens, die worden geboren met ballen. Meisjes, die krijgen ze op latere leeftijd. Maar wie zijn er nou eigenlijk het beste met ballen? De jongens of de meiden? Dat gaan we checken. Tim, vang hem! Oh. Oh. Tim en Carlijn, wie zijn er beter over het algemeen met ballen? Nou, dat lijkt me duidelijk. Hoezo? Kijk tv. Alle sporten die worden uitgezonden met ballen, zijn bijna altijd met mannen. Is dat zo? Ja, ja, ik ben niet helemaal mee eens. Het ligt gewoon een beetje aan wat voor soort ballen, wat voor soort sport. Ik heb ook op hockey gezeten en dat is ook gewoon een balsport. Weet je wat? We gaan het gewoon testen. De eerste test is eigenlijk heel simpel. Jullie gaan een zo hoog mogelijke toren bouwen met die bowlingballen. Degene die binnen 3 minuten de hoogste toren heeft, wint de eerste test. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go. Oké. Ja, bowlingballen stapelen snapte ik eerst in het begin echt niks van. Gewoon, ik dacht echt, hoe kan ik een ronde bal op een ronde bal leggen? Dat rolt van elkaar af. Wow. Het grote duimgat, die leg je onder. En dan doe je het duimgat van de volgende, doe je er weer op. Dan kun je best hoog komen, denk ik. Nog 1,5 minuut. Nee, zo goed snel. Hoe kan dit? Goed, dus het is normaal. Nee. Oh, dat is jammer. Go. En bij mij is die stapel in elkaar gestort. Dus ik werd wel een beetje echt gefocust van, oké, ik wil nu gewoon dat het lukt. Toen bij de vierde voelde ik hem heel erg wankelen. Dus dacht ik, nee, ik ga het hier geen een meer opkrijgen. Ik durf niks meer. Oké, guys, nog 1 minuut. Goed zo, Carlijn. En die van Carlijn viel om, dus ik dacht, nou, die gaat er geen 4 op elkaar krijgen in zo'n korte tijd. Oké, ik denk dat Carlijn dit toch niet gaat lukken. Ik ga gewoon kijken. Jij stopt bij 4? Ja, ik denk toch niet. Als ze nog 1 minuut heeft, dat ze dat toch niet gaat halen. Carlijn, gaat die goed? Nee. Oh, come on, Carlijn. Concentratie. Oké, doe rustig aan, Carlijn. Maar Carlijn ging ineens supersnel. Tim. Ja? Ik zou me opschieten als ik jou was. Nee, ik denk niet dat het lukt. Ik gok. 10 seconden, kom op, Carlijn. Please. Ga je echt niet door? Nee, ik ga echt niet door. 2, 1. Stop de tijd! Oh man! Stop. Wat dom! Oh, ik dacht niet dat dit zou lukken. Probeer er nog eens eentje op te doen in die minuut die je had. Die van jou staan wel rechter dan die van mij, heb ik het idee. Tim, dit is zo stom van je. Ja, misschien wel. Je had nog een hele minuut. Sorry. Jongens onderschatten de meisjes. En daardoor is de eerste test nu 1-1. Oké, let op. Hier is een auto en daarbovenop zit een koker. In die koker zit zometeen een bal. Jullie nemen zometeen een aanloop. Jullie gaan heel hard rijden en dan vlak voor de baan remmen jullie. Die bal die vliegt op de baan en hopelijk voor jullie gooit hij een strike. Jullie krijgen 3 pogingen en uiteindelijk de persoon die de meeste kegels omver heeft gegooid, die wint de tweede test. Helder? Ja. Helder. Oké, wie wilde beginnen? Ik. Nee. Te laat. Je kunt het. Oké, Tim, je mag zo ver mogelijk naar achter rijden, maar je moet stoppen voor de baan. Als je er overheen bent, dan geldt hij niet. Zo. Ik ga zitten, een klein stukje naar achter. Wordt hij zo ver? Oké, klaar voor? 3, 2, 1, go! Ga gewoon zo hard mogelijk in z'n 1. En remmen, zodat ik niet over het lijntje kom. Volgens mij zie ik het al vanaf hier. Ja. 2 kegels. Wat super nice.
Ongelooflijk. Hallo. Hoe moet ik nou nu... Dit is echt wel nou, goed. Laat me zien. Oké, klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Nee! Voor mijn gevoel ging ik heel hard en dan uiteindelijk stopte ik en dan ging die bal echt zo plop. Ja! Ja! Oh, nee! Heel goed, heel goed. Oh, why? Zo. Oké, Tim, poging 2. We gaan voor de strike. Wow! Ah! Oh! Ah! Wow, hoe heb je dit gedaan? Het is gewoon een stuk van de bal. Maar je hebt 1 kegel omver. Ja, ja, goed. Het is niet... steeds meer dan dat ik heb. Nog steeds meer dan Carlijn. Ah. Oké, Carlijn, vol gas! 3, 2, 1, go. Vol gas, harder, 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 harder. Harder, 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 harder. Oh. Ah, kom, binnen. Ja. 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 Nou, oké, ja, goed. Ja, op een gegeven moment gingen er 3 kegels om, dus toen was ik wel heel blij. Ja. Toen dacht ik, ja, nu moet ik hem even doorpakken. Dan moet ik die laatste even wat meer gooien. Als Tim nu een strike gooit, dan is het spel besloten. Bij 4 win je. Ja. Ja? Oké, Tim, go! Ah! Ja! Oh, woe! Je moet er 6-7 om te winnen. We gaan voor again. Oh. Oké, ik zou er nog wel een bal in doen als ik jou was. Oh. Zet hem op, hè? Ja. 3, 2, 1, go! Harder, 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 harder! Oh. Nee! Ja! Ja! Nee! Deze winst is zo terecht. Ja, dat betekent dat ook. De stand nu... 2-1 is. Oké, de ultieme finale. Hier kunnen jullie echt bewijzen of jullie goed zijn met ballen. Vuurballen, wel te verstaan. Oké. Wow, vet. Ik heb hier een voetbalkanon. Daarin gaat zo meteen een bal. Die gaan we in de fik steken. En de bedoeling is dat jullie die 3 goaltjes daar in de hens gaan schieten. Jullie krijgen 10 ballen, dus 10 pogingen om het goed te doen. De persoon die het minste aantal ballen nodig heeft om die 3 goaltjes in de hens te krijgen, die wint deze laatste test. Ja, ik heb er wel zin in. Ik hoop gewoon heel erg dat ik nu gelijkspel kan spelen. Ik denk dat ik dit wel goed ga doen. 3, 2, 1, go. Helaas, mis. Oké, nu is de beurt aan Tim. Even kijken. Oh, nee, 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 nee. Ja! Het was gewoon heel erg lastig, omdat die bal stuiterde overal heen. 3, 2, 1. Oh, lekker, Carlijn! Oh, net niet. Het moeilijkste was dat de straat niet helemaal recht was. Dus als dan die bal neerkomt, dan moet die op een recht vlak... komen om rechtdoor te stuiten. 2, 1, go! Wow, ja, nee, nee, nee! Oh, je moet er iets naar links. Ja, nee! Het wilde maar niet lukken. Die bal ging steeds zo net links en weer naast. Het moet hele kleine bewegingetjes maken ook. En uiteindelijk bij het goal maakt het echt een mega groot verschil. 3, 2, 1, go! Ja! Oh! Ja! 1-0 voor Carlijn. Oh. Ja, heel goed, heel goed. Tim, het is nu aan jou. Ja, ja. No, hoe kan dit? 3, 2, 1, go. Nee. Oh, kom op, Tim.
was echt super spannend, want het lukte me niet om zo'n mandje te raken. Ja! Nou ja! Carlijn staat nog steeds met 1-0 voor en het lukt Tim maar niet om gelijk te maken. Ze hebben allebei nog 2 ballen over. Go. Oh, Carlijn! Nee, ja! Ja, nu is het! En uiteindelijk raak ik toch 1 mandje, is het 1-1. Oké, nog 1. Go. Oh, ja, ja, nee, ja! Nee, nee, nee. Dan shootout. En degene die als eerste alsnog een van die goaltjes in de hens schiet, die wint deze laatste test, oké? Okay? Klein die schiet. Nee! Ik zie hem ernaast gaan. Ik rust die bal. Ik denk, oké, okay, ik moet iets naar links met dat apparaat. Nee. Ja! 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 Ja, mannen zijn beter met ballen. Natuurlijk zijn mannen beter met ballen. Ja, ik ben trots op jou en jij ook, hoor. Ja.